Ik zit hier naast Jules en Jules is van Heos by Denon en we hebben hier een hele elektronica winkel voor ons en een zogenaamd multiroom systeem. Nou, Jules, jij gaat uitleggen wat het allemaal is, maar eerst, wat is een multiroom systeem? Multiroom, wat betekent multiroom? Multiroom houdt in, ik kan één muziek streamen naar één luidspreker streamen, dus naar één ruimte. Ik kan diezelfde muziek ook naar meerdere ruimtes tegelijk streamen. Of ik kan verschillende muziek naar verschillende ruimtes streamen, dus muziek door heel je huis. Ja, nou, vroeger moesten we daar allemaal kabels voor trekken, hè? Heb ik nog wel eens gedaan. Mijn vader en moeder waren daar niet blij mee, maar het is allemaal draadloos. Ja. We hebben hier het hele systeem voor ons staan, laten we even aan jouw kant beginnen. We zien hier drie losse speakers, neem ik aan. Klopt. Dit is de Heos 3. Hier hebben we de Heos 5 en de Heos 7. Heos 3 geschikt voor de keuken bijvoorbeeld. Leuk aan dit apparaatje is, er zit een klein schroefdraadje achterin, dus ik kan hem aan de muur ophangen met een beugel. Iets grotere ruimtes, bijvoorbeeld een slaapkamer, Heos 5. En de hele grote, de Heos 7, die kan ook echt hard. Dus dat is voor huiskamers en dergelijke. Dat is meer voor feestjes? Dat is feestjes, ja. Studeren, kinderkamer en bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld de keuken. Ja. Maar dat is niet alles. Hier staat nog een kek apparaatje voor me. Wat doet dit precies? Dit is de Heos Amp, 2x100 watt. Stel je hebt thuis een setje speakers die je niet kwijt wil, waar je heel blij mee bent. Dan kan je deze op aansluiten. Het mooie van dit ding is ook, het heeft een digitale ingang. Als je tegenwoordig ziet, is tv's worden steeds platter. En wat is geluid, is eigenlijk de verplaatsing van lucht. Als ik zo'n tv heb, lukt dat niet. Dus ik moet iets hebben om dat geluid te verbeteren. En dat kan dus ideaal met dit apparaat. Dan hebben we hier nog een echt zo'n retro box staan met een wit klein kastje. Wat doet dit kleine kastje? Dat is eigenlijk een voorversterker. Hij heet de Heos Link. Voorversterker houdt in, hij stuurt. Je moet het zien als een cd-speler. Het is zeg maar een bron die je aansluit op je bestaande versterker. Dus je kan draadloos naar dat kastje streamen en vervolgens geeft hij het signaal door aan de versterker, die het weer versterkt en naar je luidsprekers toestuurt. Oké, dus als ik nog een oude setup sta, dan hoef ik die niet weg te gooien. Nee, zo die kan ik zeg maar verdigitaliseren met de Link. Dat is super interessant. Stel, je hebt de Denon apparatuur in huis. We hebben hier de infrarood protocollen van alle Denon apparaten in zitten. Wat houdt dat in? Dat ik dus via de app kan ik mijn tweekanaals versterker bedienen zonder dat hij op het netwerk is aangesloten. Dus je hoeft niet meer aan de knop te zitten? Je kan gewoon lekker op je stoel blijven zitten. Ik kan bron wisselen, ik kan hem aan uitzetten, ik kan het volume bedienen. Dus je kan ook, zeg maar, ook echt de input veranderen? Absoluut. Oh, ja. Dat is wel heel cool. Dat is heel cool. Maar goed, draadloos. We hebben het natuurlijk over een app. Die draait hierop. Die ga je even aan mij uitleggen. Die ga ik aan jou uitleggen. De app, heel belangrijk. Daar gaan we de muziek mee aansturen. Ten eerste, eigenlijk het allerbelangrijkste, waar haalde de muziek vandaan? Legio aan mogelijkheden. We hebben de online muziekdiensten. We hebben Deezer, Spotify. We komen begin van volgend jaar met Qobuz. Er staat nog een hele rij in de wachtlijst. Maar voor nu is het Deezer en Spotify Connect ondersteunen we. Vervolgens kun je streamen van NAS-druis, van je computer. Je kunt USB van USB streamen. Dus het grappige is ook, als ik hier een USB-stickje in stop, dan kan ik de muziek die hierop staat daarop afspelen. Geen enkel probleem. Wat ook heel grappig is, stel dat jij de mogelijkheid aanzet in jouw telefoon en je hebt de app. Dan kan ik zelfs met mijn tablet muziek streamen die op jouw telefoon staat. Oké, want zo voeg je zeg maar alles wat je hebt in huis, als het maar connected is. Als het in het netwerk hangt, kunnen we er vanaf streamen. Ja. Ja. Wat zit er nog meer voor speciale functies? Hè? We kunnen de muziek spelen, maar hoe krijgen we dat? We kunnen dat ook verschillende muziek naar verschillende zones brengen. Absoluut, het werkt echt super simpel. Je hebt aan de onderkant de drie tapjes, die zijn altijd zichtbaar in de app. Je hebt de eerste tab, rooms, ruimtes, houdt in, hier krijg je een overzicht van al je luidsprekers. Het tweede tapje is je muziek, hier zijn al je bronnen, dus hier heb je Spotify, Deezer, TuneIn, Napster, local music, houdt in, dus als ik die selecteer, zie je hier bijvoorbeeld mijn computer, AZUPMP. Heos 7 houdt in, dit is de luidspreker waar de USB-stick in zit. Oké. En hier heb je je auxiliary inputs, wat houdt dat in? Voornamelijk ook de Link, die heeft enorm veel aansluitingen. Dus ik heb daar digitale, optische, analoge aansluitingen. En die kan je er allemaal via de AUX input selecteren. Oké, dus je kunt nog andere apparaten die erop aangesloten zijn, kun je dus inderdaad, ook... Inderdaad, je kan zelfs dus bronnen, bijvoorbeeld een platenspeler, kan ik hier of daarop aansluiten. Ik kan vervolgens dat analoge signaal kan ik digitaliseren en kan ik naar allemaal andere luidsprekers streamen. Oh, heel vet, heel vet. Ja, dat is vet. Hebben we nog een tabblad? Even kijken, dan hebben we het laatste tabbladje is de Now Playing. Dit geeft aan wat er op dit moment op de geselecteerde luidspreker aan het spelen is. Ik kan het vervolgens pauzeren. Ik kan door mijn playlist heen schakelen. Hier rechtsboven heb ik een knopje. Hier zie je de complete queue. Dus houd in wat staat er in de wachtrij. Wat hier ook grappig aan is, als er dus meerdere mensen op hetzelfde netwerk zitten met dezelfde Heos app. Stel je geeft een feestje, dan kunnen andere mensen gewoon muziek aan deze queue, aan die wachtrij toevoegen. Oké.
En het komt doordat die wachtrij wordt opgeslagen op de luidspreker. Dus niet op de telefoon. Dus iedereen die toegang heeft tot die luidspreker, die kan de afspeellijst aanpassen. Dat is wel heel erg leuk. Muziek voor iedereen. Ja. Maar goed, nou hebben we verschillende bronnen voor verschillende zones. Maar stel je voor, ik heb dat feestje. Ja. En ik wil overal dezelfde muziek. Ja. Daar is een handig foefje voor. Daar is een heel handig foefje voor. Werkt perfect. Het heet Pinch to Party. Pinch to Wat party. Je doet is, je maakt een soort knijpbeweging over het scherm. En wat hij vervolgens doet is, hij groepeert alle luidsprekers. Dus nu heb je alles gegroepeerd. Ja. En nu is in alle ruimtes is dezelfde Klopt, muziek. Overal speelt precies dezelfde muziek. Maar nou krijg ik ruzie met de mensen in de keuken. Ja. En dan wil ik het niet meer. Oké. Geen enkel probleem. Maak je een tegengestelde beweging. Je doet dit. En vervolgens zie je dat alle ruimtes ongroepeerd. Alles ongroepeerd. Dus we kunnen echt vanuit deze ene app, wie hem dan ook geïnstalleerd heeft, kunnen we alle apparaten afzonderlijk aansturen, de muziek bepalen. Ja. We kunnen kunnen we digitaal gaan aansturen. Ja. We kunnen onze oude set gebruiken. Dit hele systeem is eigenlijk zo gebouwd, is modulair, dus je kunt heel klein beginnen en groot eindigen. Op alle manieren werkt de app goed met het systeem. Ja. Als je stel je voor dat je gaat studeren, dan kan je de 3 nemen. En als je dan een vriendinnetje erbij krijgt, dan pak je de 5. En als je dadelijk directeur bent, dan kunnen tot 32 ruimtes aangestuurd worden. Tot 32 ruimtes. Nou, dus als ik groot ga wonen, dan kan het allemaal. Fantastisch systeem. Bedankt, Jules. Alsjeblieft. Graag gedaan.